Alarmcentrale en de verbindingscommandowagen enkele uren na de ramp. Hectische momenten vastgelegd door een scanner. Een bijdrage van Renzo Veenstra en Marco de Vries. Zaterdagavond 8 uur, ruim 4 uur na de ramp. De brandweer is inmiddels op volle sterkte, valt op te maken uit het radioverkeer dat via de scanner is vastgelegd. Winkel ingestort aan de Rijnstraat. Onbekend of er nog mensen in zitten. Einde bericht. Ja, ik kreeg net een 112 melding op het dak van de Grolsfabrieken. Er zou nog een brandje zijn. Misschien dat u dat even door kunt geven. We legden de scanneropnames voor aan ingenieur Van Staalduinen van het Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, het NIBRA. Deze opnames vanaf 8 uur 's avonds zijn de eerste opnames die na de ramp naar buiten komen. Het is het moment dat alle eenheden van de brandweer op het terrein ingezet zijn en nog ook aanvullende eenheden worden ingezet. Is het op dat moment nog hectisch of kun je zeggen dat de situatie redelijk onder controle is? Uit het berichtenverkeer blijkt op geen enkele manier hectiek. We kunnen niet luisteren naar de verbindingen op het rampterrein. Het zijn alle randverbindingen en dat is redelijk rustig en overzichtelijk. Maar dan om 8:15 komt er via de scanner een nieuwe alarmmelding. Er zou zich een tweede vuurwerkopslagplaats in de wijk bevinden, aan de Roomstraat. Bericht aan alle voertuigen van de verbindingscommandowagen. Er schijnt een extra depot te zijn met vuurwerk. Wie heeft daar informatie over? Over. VC, hier commandocentrum Enschede over. VCP, commandocentrum over. De vraag met betrekking tot de vuurwerkbunker aan de Roomweg 6 kan ik alleen antwoorden dat aan de Roomweg nummer 6B een metaal... Over. Ja, ik wist van wat ik tussendoor te zullen. Op uw vraag of er aan de Roomweg nummer 6 een vuurwerkbunker is, kan ik u alleen antwoorden dat er aan de Roomweg 6B een metaalverwerkend bedrijf zit over. De bevelvoerder die daar informatie vraagt aan het commandocentrum, die wil weten, die heeft kennelijk iets gehoord, of dat bericht juist is dat daar een bepaalde opslag plaatsvindt. Dat checkt hij en vanaf het commandocentrum wordt er het antwoord gegeven dat volgens de informatie daar zo'n opslag niet aanwezig is. En ik vind dat volledig juist, dat men voordat men weer ergens aan het werk gaat, natrekt, of men daar niet voor verrassingen kan komen. Ook op andere punten is er veel verwarring. Zo zijn er halverwege de avond geen plattegronden en brandweerkaarten meer beschikbaar voor de assisterende brandweerwagens van andere korpsen. Jan, hebben jullie al een persoonlijke plattegrond? Nee, we zijn nog steeds bezig, een momentje. Ik heb het bericht niet goed meegekregen, kunt u dat herhalen? Ja, we zijn nog steeds bezig om mensen te chatten. Ja, ik heb hier een kopieerapparaat en ik kan daar alleen kleine kopietjes maken. Ik sta eigenlijk te wachten op een vergroting. Ik kan eventueel proberen via de fax wat naar jullie te doen. Ik heb het al doorgegeven. Op dit moment kan ik je alleen maar helpen aan hier een startplattegrond. En dat is gewoon een valkaart. De brandkraankaarten die hebben wij gebruikt, die zijn beschreven. Als je eenheden van buiten in een stadsgebied gaat inzetten, moet je ze nauwkeurig de plaats kunnen geven. En uit de berichtenverkeer blijkt op dat moment dat men niet over de voldoende kaarten beschikt. En men is aan het regelen om die te vermenigvuldigen en ter plaatse afgeleverd te krijgen. Dat is niets bijzonders als je kijkt dat er zo'n grote inzet is en dat men iedereen kaarten wil geven. Dan zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om iedereen over kaarten te laten beschikken. Maar er zijn kaarten en daar is men aan het werk. Dan gaat het nog niet eens om brandweerkaarten, want daar waren er helemaal te weinig van. Brandweerkaarten, de specifieke brandweerkaarten, zijn de bereikbaarheidskaarten en de bluswaterkaarten. Die hebben ze eigenlijk helemaal niet nodig op dat moment. De hele nacht werkt de brandweer door met veel inzet en moed, maar ook met verwarring en chaos. Hier is de 852 voor de VC2. We staan hier op een gegeven moment
wachten op water voor het brandje boven het dak van de Grols uit te maken, over. Vindt u dat de brandweer de afgelopen dagen te veel kritiek heeft gekregen? Er wordt te veel de aandacht op het brandweeroptreden gevestigd, terwijl er eigenlijk een hele gevaarlijke situatie al aanwezig was die het probleem veroorzaakt heeft. Kijk, als die gevaarlijke situatie daar niet was en ook het brandje er niet was, dan werd ook het verhaal van de brandweer zat in een ander daglicht. En wat ik wel belangrijk vind, is dat het verhaal niet omgedraaid moet worden. Over een paar minuten begint in Enschede de stille tocht. Een tocht van medeleven om stil te staan bij de ramp die tot nu toe aan 18 mensen het leven heeft gekost. Het aantal vermisten is gisteren teruggebracht tot 10 in Enschede. Tenko van der Hee. Ja, het regent weer in Enschede, zoals je kunt zien. Maar de belangstelling is er niet minder om. Als ik achter me kijk, dan zijn er werkelijk duizenden mensen, Enschedeërs en andere mensen uit Nederland opgekomen.